Het boek doekt op in 1868 bij een skipstimmerbaas in Den Helder. Zekere Cornelis Over de Linden. Die van Frieske kom ouwe, die zei dat hij het van zijn mooike Aafke kregen had. En die mooike Aafke die wennet weer in Enkhuizen en die is al lang weer verstoord. Dat geen hier kan dat controleren. Dus der mooi krijgt het ik al wat mysterieus. En het soer zou wezen dat dat boek al zo'n generaties in die familie terugjoend wie. En dat het een boek wie dat ik bewezen soer. Dat is een verhaal dat blijkbaar in die familie bestiend had. Dat bewezen soer dat die familie van adellijke Frieske kom ouwe. En doet dat boek één keer ontcijferen waard, want dat koer die Cornelis Over de Linden zelfs net, dus hij mast naar de deskundigen daar. Doet het één keer ontcijferen waard. Toen kwam van het lucht dat het saberen of net, het is maar wat je leeuwen willen, al van 500 van Christus in die familie Over de Linden terugjoend weer. Akke mijn zoon, deze boeken moet je met lijf en ziel bewaren. Ze bevatten de geschiedenis van ons gehele volk en ook van onze voorvaderen. Verleden jaar heb ik die uit de vloed gered, tegelijk met u en met uw moeder. Doch ze waren nat geworden, daardoor gingen ze naderhand bederven. Om ze niet te verliezen heb ik ze op overlands papier overgeschreven. Het is net zo van je slaan het iepen en joggen wat het is. Krek door zon. Je moet het er echt op studeren. Je hebt je erachter komen wat het is. Maar in elk geval zat het in de eerste periode altijd opvetten is. Of is als een skiernis van de Friezen. En die skiernis die zou rennen van ongeveer, nou ja, van 4000 van Christus. Ont ongeveer 50 van Christus. En dat giet oor een echt een het verhaal dat erachter zit is dat van een heel heegsteende, blanke beschaving, die net alleen nog in Friesland is, maar die heel Europa beslacht. En die beschaving die zou dan starig aan veroveren wijze terug volkeren die wij wel kennen. Bijvoorbeeld de Grieken of de Romeinen, en benamen worden neemt Finnen en Magyaren. En benamen werd ik neemt Golen en Feniciërs. En die zonen zastaren gewoon de Friezen in het hok waarom treunt haar. En het hok is dan het Sint-Wurgen Friesland. Thank you.
Het geeft allemaal mooie verhalen over het Oud-Friese volk, wat eeuwen en eeuwen teruggaat. En dus zijn oorsprong volgens dit geschrift zou hebben in India. En dat kun je nog wel zien, omdat in India is het een berg zo hoog, de Himalaya. En die, dat is een Friese naam, want die is zo hoog, dan koest de hemel aaien. Nou, zulke soort verhalen staan hier allemaal in het Oralinda boek. De Himalaya, en die, dat is een Friese naam, want die is zo hoog, dan koest de hemel aaien. Het curieuze is ook dat de sleutel tot de ontcijfering van de letters staat hier ook in. Dus ja, dat was voor sommige mensen ook al de aanleiding van, nou, dit kan niet deugen. Thank you.
Thank you.
ja, uiteindelijk, uit papieronderzoek is ook wel gebleken dat het papier is uit van de papierfabriek van Maastricht uit 1865. En dat het dus helemaal niet zo oud is als het men het deed voorkomen. Ik zie het ook wel in de kwaliteit van het papier. Het is zwaar houthoudend papier, dus het verzuurt helemaal. En ja, het is heel erg in verval.
Huske, Pleetske, Tjerkje, Vieltje, Strukje, Bjemke. Ja, dat is wel mooi. Maar om nou te zeggen, dit is een broersje plak. Dat je mooi zoekt wordt door het libben en het leven, door de drokte en de actie. Nou, nee. Nee. En dat heel dol als dit lijden kost. Studentenstijd. Dus de kroeg zal maar even instappen, geest. Om even een goed gesprek te hebben met de orenstudenten. Dus praat ik eens over libben en dieren, hoe God en gebod. Dus discussieer ik eens met professors. Had ik je nou geleerd? Dus schenk eens naar de vrouwje. Mooie stand. Leiden. En dan nou dit hier. Foutgem. Alleen de naam al. Ja, dat viel net, dat viel bij geliks net als goedgem, zeg maar zitten. Ah. Maar ja, je bent correct afstuderen als domnie. Sa, Jelven en Jochentje de Eeuw. En dan ga je het net wat kiezen. Hij moet blied wijzen dat er hier op de bakken, François Haversmiet. Hij dankt je wat om, ziek helpt is Jip. En zei dan, nou, vooruit maar. Ik wil de nije dominee van Valtgen. Deo Volente. De Friese cultuur is al 4000 jaar oud en wie in die tijd zo sterk, zo heegsteend en oorheerschend dat Friesland aan de basis stiert van alle oren Europese beschavingen. Dat is net zo, maar dat is wel wat gewoon Friesen en oren ik lange tijd tochten. Mooi dank aan het Oeralinda-boek. Het Oeralinda-boek is een geheimzinnig boek. In de 19e eeuw schreunt er een man die het net bekend maatje woe en die dit liedje liet woe dat het boek een oerbloesel wie uit die grote, oeroude Friese beschaving. Een protte meisje stonk erin en het Oeralinda-boek waard in een soort orentalen oerzet. François Haversmiet, ja, laat ik het gewoon voortdadelijk maar zeggen. Hij wie de skreeuw. De nije dominee van Foutgem skreeuw dat geheimzinnige boek over de rieke, grutte, Friese beschaving. Dat Grieken en Romeinen lietse jongens bijwien. Dat Atlantis en Orenmythes beddenboekjes bijwien. Tja. En ja, het wie een grut zwets verhaal. Kleren waren al het kwam alle grote dikke toemen van de domnee. En dat, nou ja, wat vinden we er eens van? Een domnee die het alles bijna was zitten liggen. Een domnee is een rustig, vredig plakje. Hoe kon je hem nou zo verliezen? François Haversmiet. Het wie een bijzonder man. Tussen 18 en 1900 verorent er een soort. De industrialisatie komt op gang. Dieken en spoorwegen worden online, kanalen worden groeven, stoomschepen vervangen scootjes, fabrieken worden gebouwd. Telegraaf en lettertelefoon maakt je het mogelijk om op grote afstand te praten. Met zeeskippen kunnen we samen naar Amerika reizen. De vrouw komt er oors uit te zien. De trog neemt ook de belangstelling voor het verliezen ta. De meesten willen weten hoe het haar loon, haar eigen gebied, ontstien is. Zo kunnen ze een beter idee krijgen van wat ze wij komen en wat ze met haar loon heen moeten. Wat wij komen en wat het heen moet? Nou, de meesten in Foutgem die weten het antwoord wel. Wij komen terug God van en wij moeten naar de hemel zonder twijfel. Maar belangstelling voor het verliezen? Hebben ik wel het Oude Testament, Abraham, Isaac, Jacob, David en de psalmen van David kennen we u te hollen. Ja, maar verdere interesse, dat houdt dan niet door. In Foutgem, Boppedokkem, wennet een domnie, François Haversmiet. Behalve preken schreeuwt Haversmiet ook gedichten.
Hij broek daarvoor een orennaam, Piet Paaltjes. De boetelijke haversmiet had het als doem niet min uit zin in fout gedaan. De meesten moeten niet volle haaf van zien vrijzinnige preken, zien vrije uitlis van de Bijbel. De foutgemus jaren liever dat de Bijbel van begin tot eind uit neer oors bestiert als de weerhiet. En elke snoeit de moord naar Stiedrië weer. En dan zucht naar zijn schipjes. En dan skodholde. Zo behoudend. Zo ouderwets. Hij schrikt er soms van. Van zijn preken met de foutgemus net volle haar. Maar hij zou ze zo graag vertellen willen. Hoe het modernisme. Dat je alles uit de Bijbel net letterlijk nemen matte. Dat je alles net zwart-wit zijn matte. Maar de foutgemus, die wil het net jaren. Gelukkig gaat de zinger dicht nog. Daar kan er op de meeste wol in uw leven. Misschien, zo denkt er op een snijn, misschien wat ik mijn schroeverij wil broeken om de meeste sjen te litten wat ik bedoel. Misschien wat ik een mooi boek schroeven. En dan net samen wat, maar echt wat speciaals. Dat de meeste nog het denken zetten zullen. Dominee Haversmiet besluit een driest experiment om te gaan. Hij maakt het een geschrift dat er onder de meesken brengen wil, zonder zijn eigen namen erbij te nemen. Het moet een mengsel worden van godsdienst en Friese geschiedenis. De bedoeling is dat de lezers het verhaal eerst leuwen, maar gaandeweg ontdekken zullen dat het net echt is. Dan zal hij, François Haversmiet, van het lucht komen en de meesken uitlezen dat het maar de Bijbel correct zo is. Die moet hij ook net letterlijk nemen, zou zullen dan zitten. In het boek wordt het verhaal beschreven van het opperwijzen Vralda, die drie oermemmen creëert. Een van haar is Freya, de mem van alle Friezen. De bijen van Freya die vjocht je om raak met de bijen van de orenvolksmemmen. Ze verliezen de slag en haar riek, dat eerst heel Europa beslacht, wordt heel dit liedser. In zijn lieke nog het jaar nul is er net meer oer als de Sint-Wurgen provincies Friesland en Grijnsland. Deze Friezen hebben exact dezelfde opvatting over het geloof als Haversmiet zelf. En het moet zijn voor je, hij doet het prachtig. Het boek zit vol met grappen en wutvinsten. De naam Atlantis, nevens Haversmiet komt dat van Oudland. En Neptunus, dat komt van het Friese Neptunus. Ja, en dit is nog leuker. De Friese moeten vjochtje zijn de Finnen en de Magiaren. Nou, de Magiaren, dat ben van die zevende die de magie leeuwen. En de Finnen, dat ben de Fienen. De stijle griffemeen. Het is om je een boest nu te scoren, hè. Maar er is één probleem. De meesten snappen niet dat het een grap is. Hij had het boek te goed maken. Om zijn lezers de fieten te nemen, schroot hij het verhaal in een oud-Friese taal, maar echt liekende runetekens. Hij maakt het zo ingewikkeld dat het haast net te begrijpen is. Zijn vreun, de taalkundige Eelco Verwijs, helpt hem hiermee. Het hele verhaal wordt verfrisselen met een familieschiedenis van skipstimmerman Cornelis Over de Linden, een kennis van Haversmiet. Haversmiet stelt het nou zo voor als wie het schreeuwen door de vieren voorhouden van Disse over de linden. Oeralinda is Oud-Fries voor over de linden. En daarom heet het boek het Oeralinda-boek. Maar het rent oors als Haversmiet en zijn kompanen verwacht je. Een leraar aan het Ljouwerter Gymnasium, J.G. Ottema, krijgt het in handen en leest het. Hij leeuwt voordat het echt is en begint er enthousiast over te vertellen in de kranten en in de geleerde tijdschriften. Hij jouwt het geschrift ook in boekvorm uit. Het is echt. Zo wordt het Oeralinda-boek bij een groot publiek bekend. Geregeld spreken meesken haar twijfels uit door de echtheid ervan, maar het is hield hij diezelfde Ottema die het voor het boek opneemt. Haversmiet, Verwijs en Over de Linden door er nog net met te sissen dat ze het betocht haar. Sa misleert het eens het experiment van Haversmiet. Maar de Friezen hebben nu een fantastisch boek met prachtige verhalen over een rieke geschiedenis.
Wat bedoelt wie om de Bijbel als net echt te ontmaskeren? Wat een soort van eigen Friese Bijbel. Ja, alles goed en wel met de kontenbedel, maar nog de foutgemus, nog de doemni zit hier wat mij op. Nee, hij zit erbij als een goocheler die zijn truc uit is er wel. Maar er is geen die het weten wil. De act is te mooi om net weer te wezen. Hast van begin al oon leert net elke ien dat het oeral in de boek echt is. Maar er is niemand die precies oontonen kan hoe het nou krekt zit. En wat het dan volskreun had. Zak uit het boek een soort van geheimzinnige status. Mensen leeuwen ervan wat ze leeuwen. En gezien het werk ben er altijd nog discussies over de echtheid ervan. Het is wel duidelijk dat Haversmiet, alias Piet Paaltjes, de dieder is. Hoewel, de man zelfs had ons in deerta volhouden dat hij het net schreun had. Haversmiet hoeft net zo lang meer in Foutgem te bloeien. Hij kent nou een oren tjerke ta. En letter verhuis het er nog een paar keer. Maar gelukkig zal er nooit worden. Hij rekt van iene in de oren depressie onder het libben als hij niet meer oren kan. En dat zelfs een einde maakt. Maar nooit had er tajum dat hij de schroer weer van het Oralinda boek. Dus zei er altijd nog twijfel mogelijk. Zou het dan toch nog... François Haversmiet, ja, laat ik het gewoon voor dadelijk maar zeggen. Hij wie de skruur. Het is wel duidelijk dat Haversmiet, alias Piet Paaltjes, de dieder is. Goffie Jensma, wetenschapper van de Friese Academie. En die is gepromoveerd op het Oeralinda boek. En die heeft de link gelegd tussen het Oeralinda boek en François Haversmiet, ook wel bekend onder naam Piet Paaltjes. En die vermoedt dat in de tijd dat Piet Paaltjes, François Haversmiet, predikant in Foutgem was, dat hij toen mogelijk met een aantal medegrappenmakers, waaronder mogelijk Verwijs, taalkundige, dit in elkaar gewrocht heeft.
Het boek gaat over de blanke Friese samenleving. Het is een behoorlijk racistische inhoud, heeft het ook. Al is dat in die tijd natuurlijk iets minder beladen dan tegenwoordig. Vanaf 2200 voor Christus tot ongeveer 50 voor Christus zou hebben bestaan. Geleid door vrouwen, liberaal, veel nadruk op individuele vrijheid. En die beschaving die zou langzamerhand zou die verbasterd zijn geraakt. En een van die verbasterde vormen is bijvoorbeeld de klassieke beschaving. Het is een behoorlijk racistische inhoud, heeft het ook. Een behoorlijk racistische inhoud.